Wat is er sinds de sluiting allemaal gebeurd in de toren? Nou, in de toren is het volgende gebeurd. We hebben in het trappenhuis, dat was een houten trap zonder leuning. Daar is helemaal een leuning langs gekomen. En verder boven bij de klokkenstoel, daar waren twee steektrappen en daar was nog wel problemen qua veiligheid mee. De veiligheid liet de wensen over. Hoe zat dat? Nou, dat waren twee echt steile steektrappen en in het verleden was dat helemaal alleen maar steektrappies. Daar hebben wij als vrijwilligers de nodige aandacht al aan besteed in het verleden met leuningen langs te maken. Daarna nog weer valbeveiliging voor kinderen om de langs. En dat was ja, feitelijk nog niet genoeg, want meestal op het laatste vielen mensen af om dat laatste stukje nog te beklimmen. Oké, en dat is nu dus ook veranderd? Dat is nu dus ook veranderd. We hebben dus voor die steektrappen nu een wenteltrap gekregen, een stalen wenteltrap met drie bordessen. En dat is dus veel makkelijker te bestijgen dan we het in het verleden gewend waren. En hoeveel mensen verwachten jullie te mogen verwelkomen? Nou, wij schatten dat wij jaarlijks zo'n 2500 man naar boven begeleiden. En elke bezoeker en groepen worden dus begeleid door torenklimmers, onze vrijwilligers. En vanaf wanneer is dat mogelijk om die toren te beklimmen? Nou, men kan dus die toren het hele jaar beklimmen op afspraak, maar dan is het hoofdzakelijk voor groepen. En in de vakantietijd is het dus 's woensdags en zaterdags van 2 tot 4 is iedereen welkom. Oké, nu kunnen de bezoekers, mensen uit Groenlo en toeristen dus weer de kerktoren op. Wat maakt een beklimming van de kerktoren zo bijzonder? Nou, het is een van de weinige toren die men hier in de regio kan beklimmen. Wij hebben onderweg drie haltes. We gaan eerst een bezoekje brengen aan het koor. Helaas op dit moment nog niet, want het nieuwe orgel wordt geplaatst waar het oude heeft gestaan. Dus op dit moment nog niet, maar de verdieping hoger is het oude klokkenhuis. Het oude uurwerk met zijn aandrijvingen en een bezichtiging bovenop de gewelven. En dan een etage hoger is de klokkenstoel met drie klokken. En van daaruit gaan we dus de laatste etappe doen. En dan zijn we aan de voet van de spits. En dan van daaruit gaan we naar buiten en dan hebben we een prachtig uitzicht over de hele omgeving. En bij heel helder weer kan men gelukkig voor de Gollenaren naar de silo's van de Goldslag zien staan.